ik was 20 volgens mij toen ik meedeed aan The Voice. Dus, en ik was 19 toen ik begon met muziek maken. Dus het is allemaal heel erg snel gegaan. En daarna ook heel snel geëindigd. I was 5, you were 3. We were dancing in the street and you looked just like an angel. Mijn optreden van het Songfestival, dat heb ik volgens mij maar één keer ooit teruggekeken. Nee, twee keer. Maar één keer in de afgelopen jaren, zeg maar. Nee, dat kijk ik niet graag terug. Mijn optreden ging niet zoals ik dat had gewild, zeg maar. Dus dat was heel pijnlijk. En ja, daarna voelde ik ook niet echt de support of zo van mensen. En vooral niet van mensen die dicht bij mij stonden. Natuurlijk wel mijn familie en zo, maar gewoon mijn hele team die ik om mij heen had verzameld, weet je wel. Iedereen had zo'n grote hoop dat het iets zou worden of zo. En dat is het uiteindelijk niet echt geworden. Iedereen heeft wel eens gefaald in zijn leven. Ik bedoel, dit is gewoon de realiteit van het leven. Alleen, niet iedereen is gefilmd en gezien door 300 miljoen mensen terwijl ze zo'n moment hadden. En ik denk dat dat voor mij dat het verschil echt is. Waardoor het ook wel traumatiserend is geweest voor een deel. Omdat, ja, het is gewoon een absurde realiteit, zeg maar. En op dat moment ben je de enige in de wereld die dat meemaakt op die manier. Nou, ik denk dat na het Songfestival heb ik wel getwijfeld. Dat had ik wel momenten dat ik dacht, ah, ben ik wel een muzikant, weet je wel. En de afgelopen 7 jaar heb ik vooral geleefd. Ik heb gereisd, ik liefde gevonden, liefde verloren. Gewoon, ik heb gewoon geleefd. En ja, en dat was heel inspirerend. En dat heeft mij ook ja, zo geïnspireerd dusdanig dat ik ja, daar weer mijn creativiteit in ben gaan stoppen, zeg maar. En dat heeft nu zich uiteindelijk ja, heeft zich geleid tot een album. Dus dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat ik ook die kans heb gekregen en aan mezelf heb gegeven ook om echt te focussen op leven en in het hier en nu zijn, zeg maar.